Al deze beelden die zijn voor de houtzoutstook in La Borne, Frankrijk. Als je gaat houtzout stoken, dan neem je je werk biscuit gebakken en goed ingepakt mee. Mijn naam is Anja van Rijen en als beeldend kunstenaar werk ik veel met keramiek. Zelf heb ik een elektrische oven, maar je kunt ook op een andere manier stoken. Ik deed ooit een zoutstook, daar heb ik een filmpje van gemaakt. En dit keer ga ik een houtzoutstook doen. De oven daarvoor, die zie je achter mij. En ik ga je laten zien wat het proces is. Dag 1. Glazuren en propjes. Na de kennismaking zoekt iedereen een werkplek. Zo, alles is uitgepakt. En dit is mijn plekje voor vandaag. Lekker in de schaduw. Dit is Jeltje. Zij organiseert deze stook. Ze vertelt over de slips en de glazuren die we gaan gebruiken. Bovenop de emmers heeft ze werkstukken geplaatst waarbij ze de glazuur of de slip heeft toegepast. Heel handig om te zien. Alle werkstukken moeten op propjes worden geplaatst. Jeltje legt uit hoe en waarom. Als je te plat drukt, dan komt er zout tussen je potje en de plaat. En dan gaat het vastlijmen en dan hebben die bolletjes helemaal geen functie. Okay. Dus er moet echt ruimte blijven. Nou, dit is een hele mooie ruimte. Hij maakt het iets platter, maar niet heel veel platter. Dag 2. Overladen en voorstoken. Alles staat op propjes. En dit is nog maar een gedeelte van wat er allemaal in de oven mag. Alle werkstukken worden vakkundig geplaatst en het past er allemaal in. Dan wordt de deur door stenen gevormd aangesmeerd. Het is de 5e keer dat deze oven wordt gestookt. Voordat je de oven echt gaat stoken, dan stook je hem droog, de voorstook. Dag 3. Stoken, kegels, ringen en zouten. Vanaf 6 uur in de ochtend wordt er al gestookt. We stoken met gespleten eikenhouten stokken van een meter lang. De temperatuur kun je aflezen aan de pyrometer. Jeltje geeft er een tijdschema bij, zodat je gericht kunt stoken. Ook de kleur van de rook is belangrijk en mag je in de gaten houden. Jeltje heeft kegels waaraan je de temperatuur af kunt lezen
op een rijtje gezet en in de oven geplaatst. Aan het vallen van de kegel kun je de temperatuur aflezen. Ook zijn er ringen gemaakt met een laagje glazuur. Jeltje vist er regelmatig een uit de oven om te beoordelen hoe het met het zout gaat. Het zout is in water opgelost en wordt op verschillende punten meerdere malen in de oven gespoten. Dag 4. Afkoelen. Dag 5. Uitladen. De oven koelt langzaam af en ondertussen wordt er schoongemaakt en het hout aangevuld voor een volgende stook. Het eindresultaat van mijn medestokers. Ik wil ze hartelijk bedanken, want een houtzoutstook, dat kun je niet alleen. Het is heel arbeidsintensief. Al het werk heeft de kenmerkende zouthuid gekregen. Maar ook de combinatie van klei en glazuur of slip spreekt me enorm aan. Mijn eindresultaat.